Welkom bij Gouwestad Informatief. Het vak van privédetectieven spreekt velen van ons tot de verbeelding. Dit wordt mede ingegeven door politie- en detective-series op de televisie. En daardoor ontstaat een romantisch beeld van een spannend en dynamisch beroep. De vraag is in hoeverre dit terecht is. En daarom praat ik hierover met onze eigen goudse PD, Vanessa Middelkoop. Vanessa Middelkoop, welkom. Dankjewel. Er stond een artikel over jou in het AD Groene Hart op 25 mei met de intrigerende titel "Ik maak geen vrienden met mijn werk als privédetectieve." Daar kan ik me iets meer voorstellen, maar ik wil eigenlijk wel om te beginnen weten, werk je ook in Gouda? Kom je mensen tegen met wie je gewerkt hebt? Ja, ik heb een recherchebureau in Gouda. Mm-hmm. Wij doen onderzoeken door het hele land. Dus het kan wel voorkomen dat wij inderdaad mensen tegenkomen of wie we gewerkt hebben. Ja. Ja, zeker waar. Ja, maar dus ook mensen die je misschien hebt onderzocht of die je geschaduwd hebt en die misschien niet zo blij zijn als ze je tegenkomen. Ja, je ziet ook in dat artikel van het AD van als privédetective maak je geen vrienden. Ja. Dat komt natuurlijk omdat je hebt een opdrachtgever waar je voor werkt, dus je wil de zaak oplossen. Maar goed, je hebt ook een tegenpartij. En, ja. Daar maak je dan geen vrienden mee. Nee. Je hebt kans dat je iemand moet ontslaan of je moet wel vaak slecht nieuws brengen. Ja. Dus in dat opzicht heb je ook... Tot zover niet een situatie geweest waarin het heel vervelend werd in een contact. Dus, want je bent tenslotte ook gewoon met de foto in het artikel geweest en nu dus ook in beeld. Dus dat is geen beletsel. Nee, ik zeg altijd als je netjes je werk doet en je behandelt gewoon mensen goed, dan ik zeg altijd van als ik het niet onderzoek, dan doet iemand anders het wel. Wij doen gewoon waarheidsvinding. En, als je gewoon mensen netjes behandelt, dan krijg je in principe geen problemen. Nee. Oké. Nou ja, het blijft gewoon een heel bijzonder beroep, privédetective. Ik heb er nog niet zo heel veel beeld bij, maar daarom misschien wel interessant om eens te vertellen wat je op zo'n gemiddelde werkdag allemaal doet. Ja, dat kan echt super variëren. Kijk, ze noemen ons in de volksmond privédetective. Mm-hmm. In bedrijfsleven is vaak bedrijfsrecherche. Ja. De officiële benaming is particulier onderzoeker. Ja. En onze werkdag kan elke dag verschillen. En dat maakt het ook zo leuk en romantisch. Mm-hmm. Soms sta je om 6 uur 's ochtends al te posten. Ja. Kan ook zijn dat ik de hele dag administratie heb of dat soort dingen. Dus in dat opzicht, het kan alle kanten op. En je weet ook eigenlijk 's ochtends niet wat 's avonds er brengt. En dat maakt het beroep wel heel leuk. Ja, in ieder geval heel afwisselend. Ja. En wat zijn de werkgevers met wie je met name samenwerkt? Wat voor soort werkgevers moet ik dan denken? Nou, wij hebben een zakelijke markt en een particuliere markt. En zakelijke kan je bijvoorbeeld denken aan diefstal of ziekteverzuim, fraude in bedrijven. En dat kan qua bedrijf eigenlijk elk bedrijf zijn die misstanden heeft. Ja. En dat is ook zeg maar met particulieren, als zij een misstand hebben wat onderzocht moet worden. En wij kunnen hun daarbij helpen, dan doen wij dat. Ja. En hoe vinden dan die werkgevers jou of jullie? Want ik wist zelf dan niet van het bestaan van een detectieve bureau. Maar zijn er genoeg mensen die jullie weten te vinden via internet? Gaat dat vanzelf? Of hoe komt contact is dan? Ik heb sinds 2013 een recherchebureau. Ja. Daarvoor kom ik bij de politie vandaan. En je merkte wel op een gegeven moment, het is een redelijk kleine wereld. Ja. Dus als je je werk goed doet, dan is het een mond-op-mond reclame. En vanuit mijn netwerk van de politie merk ik wel dat mensen me weten te bereiken. Ja, je zegt het netwerk van de politie. Je bent gestopt bij de politie, na daar jarenlang te hebben gewerkt. Wat was de reden dat je daarmee wilde stoppen? Ik heb bij de politie echt hele leuke dingen gedaan. Mm-hmm. Mijn laatste team waar ik zat, deden we zwaar georganiseerde misdaad en terreur bestrijden. Mm-hmm. Dat maakte het dat ik eigenlijk altijd aan het werk was, ook veel buitenland. En op een gegeven moment dacht ik van misschien wil ik wel kinderen. Ja. Hoe ga ik dat doen? Mijn vriend werkt ook bij de politie. En op een gegeven moment kwam er iets anders op mijn pad. Toen dacht ik van ik vind dat ondernemen ook gewoon heel erg leuk. Ja. En ik zag bij de politie, doe je zeg maar één ding vaak heel erg goed. Mm-hmm. Dus als je kijkt, je hebt een observatieteam die doet observeren. Je hebt een verhoorteam die doet verhoren. En ik vind eigenlijk dat hele stuk van die taart leuk. Ja. Dus ik had al vaker zoiets van, het lijkt me leuk om gewoon mijn eigen ding te doen, zoals ik het zou willen doen. En dan, van dossieronderzoek tot aan een verdachte verhoor. Ja. Ik vind alles leuk. Ja, ik kan zeggen, is er nog een
Een favoriete klus of iets wat je het liefste doet? Nee, ik vind echt alles wel leuk. Dus het maakt mij in dat opzicht niet uit. En juist omdat het zeg maar zo veelzijdig is, ja. Is het gewoon heel erg leuk. En kijk, als ik 6 uur lang naar een dichte voordeur sta te staren, dan denk ik soms ook wel van, joh, zware dag. Ja. Maar goed, het moment dat mensen wel gaan bewegen en we gaan er met de auto achteraan. En soms gaan ze het openbaar vervoer maken ze gebruik van. Ja, dat is super veelzijdig en dynamisch en super spannend. Ja, want dat was ook zo'n aspect. Even los van de mensen die je misschien tegenkomt en waar een conflict zou kunnen ontstaan. Is het ook wel eens gevaarlijk op het moment dusdanig bedreigend dat je zegt, dit is eigenlijk niet helemaal tof wat er nu gebeurt? Ja, dat is op zich wel grappig. Want kijk, bij de politie werk je vaak met een team. Je bent ook vuurwapendragend en je hebt wapens, waardoor je je vaak toch sterker voelt. En je merkt in ons vakgebied, als wij observeren, dan zijn we of met z'n tweeën, soms wel alleen. Mm-hmm. Dus je bent echt van jezelf op aan. En, ja. In principe, als je werk goed doet, dan zien ze ons natuurlijk niet als wij volgen. Ja. Maar goed, je komt natuurlijk wel eens ergens dat je denkt van, hey, zien ze me nou, zien ze me nou niet? Mm-hmm. En dat kan best wel spannend voelen. Ja. En ook zeg maar als we mensen interviewen, je krijgt altijd met mensen te maken die waar je slecht nieuws brengt. En mensen worden op staande voet ontslagen. Ja, en dat kan natuurlijk ook wel eens mensen triggeren om agressief of vervelend te doen. Ja. Dat is toch wel, daar moet je mee om kunnen gaan. Ja, ja. En dat leren jullie bijvoorbeeld ook in die training. Of dan wil ik het zo nog even over hebben, over de DBD Academy. Ja. Maar nog even over het werk zelf. Want er is dus sprake van een zakelijke markt. Ja. En ik las iets met name in de vastgoedbranche met een hennepabonnement. Ja, ja. Heeft het waarschijnlijk te maken met de angst voor het hebben van kwekerijen of het aangaan van... Nou, wat je vaak ziet tegenwoordig, zeker ondermijning is een hot topic. Mm-hmm. Mensen controleren eigenlijk niet het bestemmingsplan van vastgoed. Of mensen hebben natuurlijk heel veel bedrijfspanden. En op een gegeven moment komt er een hennepkwekerij in. Ja. Als je ziet wat de schade is zeg maar, voor de ondernemer, voor de vastgoedman, is gewoon heel erg hoog. Ja. En wij hebben zoiets van, joh, als je van tevoren gewoon goed controleert, je screent, je kijkt periodiek, dan krijg je aan de achterkant minder problemen. Ja. En er is ook een nieuwe wetgeving wat maakt dat als er een hennepkwekerij bijvoorbeeld wordt aangetroffen in zo'n pand, dat eigenlijk de verhuurder aansprakelijk is, maar ook strafrechtelijk. Ja. En dat probeer je zeg maar uit te sluiten. Ja. Dus ja. Wij hebben eigenlijk een concept ontwikkeld dat we screenen aan de voorkant en dat we periodiek controleren. Mm-hmm. En zo heb je eigenlijk nooit een probleem in je pand, want je weet gewoon wat er gebeurt in je pand. Ja, ja helder. En dan nog even over de liefdesmarkt, ik moet zeggen, de particuliere merk. Dat is ook waarschijnlijk voor heel veel mensen een wat romantische beeld van degene die wordt verdacht van overspel volgen. Ja. Klopt dat een beetje, dat beeld? Doe je dat ook? Ga je echt gewoon mensen volgen die verdacht worden van overspel? Ja. Ja, ook dat komt voor. Kijk, we zijn een commercieel bureau. Ik vind zelf de complexe fraudeonderzoeken heel erg leuk. Ja. Maar uiteindelijk, als een klant een overspelonderzoek wil, doen wij dat ook. Dus dat gebeurt zeker wel. Ja. Ja. En is daar nog een sappige anekdote van? Of? Nou ja, goed, kijk, heel vaak, wij proberen natuurlijk als politie of als onderzoeker niet te oordelen. En dan krijgen we zo'n casus voor ons. En dan denken we, hadden bijvoorbeeld laatst een keer, dat was een man uit het buitenland. Ja. Die was best wel oud, boven de 60 dacht ik. En op een gegeven moment een hele jonge vrouw. En dan krijg je dat zeg maar zo. En dan denk je van, die mevrouw, die ziet dat denk ik toch niet goed. Mm-hmm. Dan ga je zeg maar kijken. En dan inderdaad komen ze samen, pakken ze een hotel. En dan, dan blijkt het toch wel waar te zijn. Ja, ja klopt. Ja. Hartstikke spannend allemaal. Zeker. Dus nog even tot slot over die DPD Academy. Wat is het precies en wie meldde zich daar met name voor aan? Nou, wij zijn natuurlijk particulier onderzoekers. Ja. En ik heb gemerkt met mijn vakgebied dat de expertise wel mist. En wij proberen, ik heb zeg maar mensen in dienst en ik werk met freelancers. En ik merkte al snel dat ik het niveau zeg maar niet altijd toereikend vond. Dus ik heb gezegd van, nou dan ga ik investeren in mijn eigen mensen en freelancers en ik ga ze opleiden. Ja. Dus dat is een aantal jaar geleden begonnen met een opleiding intern om eigenlijk particulier onderzoekers op het juiste niveau te krijgen.
En op een gegeven moment merk je dat er best veel vraag is uit de particulieren van, joh, ik wil privédetective worden. Dus op een gegeven moment hebben we gedacht van, nou weet je, misschien kunnen we dan ook wel de particulier onderzoekers zelf opleiden. Ja. En als er dan goede mensen in de klas zitten, dan kunnen we die ook weer gelijk gebruiken voor ons eigen bedrijf. Ja. Dus we geven in principe opleidingen echt alleen maar op recherchegebied. Dus observatie, interviewtechnieken en particulier onderzoek. En, zodat ze eigenlijk allround onderzoeker kunnen worden. Ja, want jullie bedrijf, hoe groot is het? Hoeveel mensen heb je? Ik heb een aantal mensen in dienst. En ik heb voornamelijk een flexibele schil van freelancers. Okay. Dus ik heb uiteindelijk de mensen zelf een beetje opgeleid en getraind. Die zitten ook door het hele land. En op het moment dat we veel werk hebben, zet ik mijn eigen jongens en meiden in, zeg maar. En, moment... Dus ook meiden? Dus, ja. Dus hoe is die verhouding? Nou, we hebben meer vrouwen dan mannen. Ja, heel zeker. Bijzonder. Ja, ja heel leuk. Nou, hartstikke bedankt voor je komst in de studio. Heel veel succes met jullie werk. U thuis ook bedankt voor het kijken. Wilt u deze of eerdere uitzendingen in HD terugkijken? Ga dan naar onze website gouwestad.nl en kies onder de optie uitzending gemist voor Gouwestad Informatief. Of kijk ook eens naar eens van onze reportages van Gouwestad Actueel. Dit was de laatste uitzending van Gouwestad TV dit seizoen. Op 2 september zijn we weer terug. Ook namens alle collega's van Gouwestad TV wens ik u een mooie zomer. Graag tot ziens in het nieuwe seizoen bij Gouwestad TV.